kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjoch. En welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal, oftewel Rotjoch. Dus allereerst, yo mensen, leuk dat jullie weer kijken naar nieuwe Mindtopia. En natuurlijk heb ik twee series over Mindtopia op het moment. Eentje daarvan is natuurlijk van Zero to Hero. Dat ik jullie leer van eigenlijk hoe je van heel weinig geld, van 5k waar je mee begint, heel veel geld gaan maken. Dat is buiten roleplay. En natuurlijk de echte standaard serie. Dat is natuurlijk even met roleplay. Ik heb even wat koffie, want ik heb vandaag best wel een lange dag. Ah, drank van de gooi. Ondertussen heb ik ook een nieuwe merchandise. Ik heb een link beneden in de beschrijving gezet. Hier kan je het kijken. Ik heb bijvoorbeeld een pet van Rotjoch. Ik heb daar een Rotjoch shirtjes. En ik heb daar Peace shirtjes. Volgens mij heb ik hem ergens liggen hier. Of ben ik hem nou weer kwijt? Ja hoor, ja hoor, ja hoor. Het is even reclame in mijn video, jongens. Mijn eigen videootje. Kijk eens. Peace shirt. Rotjoch pet. Oké, we gaan fucking beginnen met mijn top. Ja, ik ben helemaal klaar voor. Zo. Op het moment ben ik als directeur echt een beetje geïrriteerd. Ik ben hier in mijn eigen FBI-kantoor en jullie hebben het niet zo vaak gezien nog. Maar ik sta in dit kantoor en ja, het gaat een beetje allemaal langzaam in, bij de gemeente, bij de politie en zo. Het gaat allemaal kloten zelfs. Want er zijn heel veel FBI-agenten die zijn gewoon heel slecht. Er zijn heel veel FBI-agenten die zijn zelfs corrupt, die gewoon boetes aannemen van mensen. En daadwerkelijk gewoon hun eigen zak steken. Ik ga even een appeltje wat warm of niet. Die steken lekker hun eigen zak en dan word ik gewoon helemaal pissed af. En ik heb heel veel mensen al erover horen klagen van ja, je agenten zijn slecht, ze slaan mensen. En daardoor heb ik de chefs verteld van jongens, jullie gaan even vanaf nu gewoon iedereen in de gaten houden. Wat precies gebeurt, ik heb zelf ook een mol daar zitten, dus iemand die anderen verraadt. En undercover is diegene, dus een undercover agent bij de politie. En die heeft een paar mensen gezien dat daadwerkelijk of slecht zijn. En dat geld houden voor fraude. We hebben één persoon opgepakt, zijn naam is, ik ga het gewoon zeggen in de video. Want het is eigen schuld, dikke bult. Dus Apius. Apius is iemand van het bouwteam eigenlijk. Die heeft besloten om bij de politie te gaan. En die heeft gestolen van de politie. Die is inderdaad gewoon boetes aangenomen. Duizenden euro's. En die heeft hij gewoon lekker op zijn eigen bankrekening gezet. Ben ik zelf ook achtergekomen. Ik heb het eerst gehoord. Daarna heb ik hem in de gaten gehouden. Kijken of het op zijn rekening gedaan is of niet. Want daar heeft de FBI natuurlijk toegang toe. Om te kijken op mensen hun rekeningen. Want ja, hey, dat zijn de FBI. Ik bedoel, je kunt bijna niks van ons verbergen. En heel veel fraudezaken zijn er bezig. Heel veel mensen in bouwbedrijven opgepakt allemaal. En vooral de agent is hetgene waar echt een probleem mee zijn. Want ik denk dat één van jullie, ik kan misschien video's kijken op het moment dat er 10.000 views denk ik op deze video, misschien 20.000. Dat er van die mensen 100 in ieder geval zijn doodgeslagen door een politieagent. En vaak ook wel met een goede reden. Van ja, je gaat de winkel in en die winkel mocht je niet in, want die zou sluiten. Jij wou nog eens even vooraan of gaan of even in de bank staan. Ja, dan word je gewoon opgesloten en neergeknuppeld. Maar er worden ook mensen neergeslagen op de openbare weg. En dat is niet oké, want je mag gewoon op de openbare weg staan. Of zet de politie aan de kant en doe het gewoon even voor ze. Maar dat hoeft niet per se. Weet je wat ik bedoel? Je mag er staan, het is de openbare ruimte. Daar mag je gewoon zijn. En sommige agenten die snappen dat gewoon niet. Dus die moeten gewoon ontslagen worden, want er komen te veel klachten binnen. En dat klopt gewoon helemaal niet, want dan slaat iemand dood en dan valt er misschien geld uit zijn zak. En dan gaan ze het geld zelf houden op de bank zetten, dus ik ben er helemaal klaar mee. Dus ik heb iemand nodig, ik ga met de FBI gaan vandaag een grote schoonmaak doen in Mindtopia. In Draxia vooral, in Greydale en in Rolandia vooral, de drie beginsteden. Een heel grote schoonmaak. En daar gaan we mee beginnen, maar dat ga ik niet alleen doen, dus ik heb even iemand nodig. Ryan! Brian! Ja! Ja! Hallo? Ja, even... Hey! Helemaal goed. Brian, weet jij waarom ik jou vandaag geroepen heb? Of? Nee, ik hoorde wel een beetje mompelen boven, maar nee, eigenlijk niet. Mompelen, nou goed, ik zal het je vertellen. Jij bent iemand die er toevallig ook bij zit en met je neus bovenop zit in Contractie, hè? Vooral zit jij, hè? Ja. De politie, wat vind je van de politie in Contractie op het moment? Ja, ik vind het een beetje corrupt, die zaken daar. Wat ze nou doen? Een beetje corrupt en gewoon slechte agenten. Sommigen zijn echt gewoon daadwerkelijk slecht. Vind ik dus ook. En ik heb het je al aangegeven, vandaag gaan we gewoon een inval doen. We gaan zorgen dat alle agenten op het juiste moment ontslagen worden, hun spullen in gaan leveren. En dat we een nieuwe hoofdagent, dat is gewoon straks op het moment dat Nassie regeert, heb ik daarvoor aangenomen. De hoofdagenten goed inlichten over de regels. Want er is een nieuwe wet aangekomen in Contractia door een nieuwe burgemeester. Dat is Drogpeter. En daar heb ik op aangepast. Ik heb ook zelf aangepast. Bijvoorbeeld heel simpel, straathandel is verboden. Dat weet je. Ik ga even testen. Wat doe je als iemand straat handelt? Wat is de straf? De straf? Ik dacht 500 euro boete. Sowieso. Nee, niet meer. Het is veranderd. Niet meer? Het is veranderd. Oh. Het is veranderd. Oh, er is wel 500 euro boete. Dan denk ik is als 500. Het is veranderd. 1000 euro boete. Oh, damn. Is er ook een zelfstraf? Niet dat ik weet.
Niet dat ik weet. Nou, goed, dan heb ik jou ook de regels voor doornemen nog met de FBI. Dat is dus het ding. Dat wordt dus nu doorgenomen met alle nieuwe agenten. Daar gaan we vandaag achteraan. Dat is in roleplay en buiten roleplay meteen voor de kijkers, want het wordt serieus ingevoerd. Straathandel is sowieso 24 uur celstraf. Aha, oké. Okay. Juist. Word je opgepakt voor de tweede keer straathandel, wordt het 48 uur celstraf. Word je voor de derde keer opgepakt, wordt het 72 uur celstraf. Je snapt wat ik bedoel, er komen steeds extra 24 uurtjes bij, als ik het goed gerekend heb. Nou, weet ik niet. Nou, in ieder geval, 72 uur celstraf. Er komt steeds verder meer uurtjes bij, op die manier een 1000 euro boete. Dat moet je aangeven bij de politiechefs en het wordt gewoon een en al een stuk strakker. Maar ik weet heel veel agenten die gewoon ontslagen gaan worden. Je hebt bijvoorbeeld Apius, die is ontmaskerd dat hij gewoon geld achterhaalt van de politie. Die is gewoon in de gevangenis, zit hij vast. En niet eens in de celletjes, nee, hij zit echt in de gevangenis van Cutraxia. Die zit daar gewoon een hele maand voor fraude. Klaar, er is ook een andere persoon, daardoor, die is opgepakt voor wapenhandel, die is ook meegenomen. Dus ik wil vandaag dat jij een soort squad gaat opstellen. Dus jij gaat een paar mensen ga je doen. We gaan lekker met z'n allen langs Cutraxia. Wil ik jou met 3 mensen hebben. Ik wil 3 mensen in Rolandia hebben en 3 mensen in Greydale. En dan gaan we gewoon alle wapens, stokken en alle politiekleding van elke agent inleveren. Want er komt een hele nieuwe gear set uit. Een heel nieuw pak. Elke agent. Okay. Allemaal. Ze leveren eerst alles in. En daarna krijgen ze van mij gewoon een nieuw pakje. Die kunnen ze ophalen als ze nog aanwezig zijn. We gaan niet zeggen je bent ontslagen, want dan kunnen ze dan hun spullen weggooien. Dat gaan we niet zeggen. Dus inderdaad, lever eerst je spullen in, want je krijgt nieuwe spullen. Ja. Natuurlijk niet iedereen. Oké, dus... Want die mensen die zijn ontslagen krijgen natuurlijk geen nieuw pakje. Daarom. Dat is dus het ding, dat ze niet in paniek of uit klootzakkerigheid, dat ze snel hun wapen aan hun vrienden weggeven of zo. Ja, ja. Daarom, omdat ze weten dat ze ontslagen worden. Goed, dat heb ik jullie verteld, Ryan. Brian, sorry, ik zeg dat Ryan, want Ryan is de hoofdagent van, Rolandia. Dat is ook iets, dus daarom zeg ik altijd Ryan tegen je, sorry, het is Brian. Yes. Brian, bij deze, ga snel, zoek een squad van 3 voor jezelf. Dus 3 extra mensen. En dan ga je lekker een contractie ga jij regelen. Is prima. Ja. Oké, hoi. Doeg. Hoi, later. Later. Oh. Zo, nou goed, gelukkig kan ik wel op de FBI rekenen. Ik heb de FBI streng aangesproken. Nou, de nieuwe regels heeft hij nog niet gehad van mij. Maar die komen dus door vandaag. Want vandaag gaat er een hele nieuwe bezem doorheen. Dat is dus op de donderdag, vrijdag stond het dus. Op de vrijdag komt er gewoon een bezem doorheen. Want het is gewoon... een en al chaos op het moment in heel Mindtopia. Het is gewoon te veel politieagenten weten niet wat ze moeten doen. Ongeregistreerde wapens. Het is gewoon te veel gezeik aan ons hoofd allemaal. En daar worden we toch wel een beetje. Word ik een beetje lijp van. Want mijn politieagenten, mijn agenten van de FBI, die zijn heel erg inzetbaar op het moment. Normaal gesproken moeten ze allemaal hun wapen inleveren. Maar ja, zoals je ziet, elke avond leveren ze hem netjes in, deze 200, 102, 103. Nou, Brian is natuurlijk nu agent, volgens mij 107, en die is nu op missie. Dus die mag zijn wapen meenemen. Mijn FBI, toppertjes zijn dat. Allemaal, stuk voor stuk toppers. Ze houden zich aan de regels. Er is geen ruimte voor fraude. Er zijn gewoon allemaal nieuwe wetten in Mindtopia. Pak even de sheet erbij. Ik heb een sheet gemaakt met regels voor de politie. Dus als jij politieagent bent en dat wordt je uitgelegd, ga ik vast een paar regels aan jullie voorlezen. De standaard dingen. Het gaat dus als volgt. Straatdealen is vanaf nu een boete van 1000 euro. Dus als je straatdealt, mooi, boete van 1000 euro. Heb jij veel meer geld, merken we gewoon dat jij echt een iemand met 100.000 op de bank bent. Ja, dan wordt je boete gewoon lekker 10.000. Waarom? Je verdient veel meer geld. Je hebt veel meer in bulk verkocht. Dat weten we dan ook wel. Hogere boete. Klaar. Ja, maar dat is maar eerlijk. Oneerlijk my ass, want je bent niet gaan straatdealen. Goed, volgende straat hier is ook een celstraf van 24 uur. Inderdaad, kom je voor de tweede keer opgepakt, wordt het 48 uur. Grote bek met oppakken is 24 uur extra in de cel ook. Dus inderdaad, stel je voor je gewoon meestal gaat meelopen. En je wil niet meelopen, mooi, 24 extra uur extra in de bak zitten. Wij doen niet, uitroepteken, aan uitkopen. Er wordt geen borg betaald. Dat gaan we niet doen. Het is gewoon te veel gezeur, te veel geregel. Is niet bij te houden voor de agenten. Dus we gaan niet een uitkopen doen. Je zit lekker je celstraf uit. Tenzij een advocaat kan regelen vanuit jezelf die je eruit kan halen met je rechter. Maar ja, dat doe je niet in 24 uur, dat doe je natuurlijk als je een maand moet zitten of zoiets dergelijks. Als agent is er geen ruimte voor corruptie. Agent is een soort van staf en moet betrouwbaar kunnen zijn. Corruptie is gewoon een ban, anders ja. Anders kunnen jullie nooit de politie vertrouwen in Mindtopia en dan houdt het eigenlijk al op. Dan is het gewoon niet te doen. Dus als agent moet je inderdaad gewoon helemaal clean zijn, geen bullshit. En de chef bepaalt verder wel of geen bedrijf nog mag hebben. Maar je moet echt helemaal clean zijn en niet doen aan voortrekkerijen, niet aan corruptie, want dan word je gewoon geband van de server. Iemand die uitlogt in een winkel en vastzit, gaat gewoon 24 uur de cel in. Dat houdt dus in, let goed op, log niet uit in een cel of in een winkel.
waar je was, niet voor jou is. Want als je dat wel doet, kan je gewoon 24 uur de cel in en heb je gewoon lekker pech, eigen schuld, dikke motherfucking pil. Goed, grotere misdaden aangeven, moet je aangeven bij je chef. Want je chef gaat dan een straf verzinnen, hangt een bordje erbij waar diegene eruit mag. Dus dan is het veel duidelijker. Elke agent die aangenomen wordt, wordt eerst goedgekeurd door mij. Want ja, ik heb geen zin in weer een stel drollen. Die gewoon agent zijn van 10 jaar oud, misschien meer 10 jaar. Of het is Danny Games, die heel jong is. En die is gewoon heel goed. Maar je hebt heel veel die het gewoon niet snappen. Want ik heb mensen gewoon, mensen zien doodmappen in een rij. Omdat ze niet een rij wilden vormen. Dat gaan we dus voorkomen hiermee. Elke agent moet Teamspeak hebben. Geen Teamspluk en geen microfoon is geen agent. Ik moet je kunnen aanspreken, ik moet je kunnen spreken op Teamspeak. Ik ga niet alles via Skype doen, netjes via Teamspeak. Als jij in de jail, als jij in de jail doet voor straatdealen, schrijf het op in een boekje. Je chef doet in tapje nummer 3, de chef gaat het aangeven. Boete gaat netjes de chest in, geen uitstolling. Hou jij je boete, is dat natuurlijk corruptie. Corruptie is een ban, nogmaals. Dus als je vaker opgaat 24 uur bij, dat hebben we al gehad. En als je vragen hebt als politieagent, stel je die aan je chef. Level 1, kunnen aangenomen worden bij politie. Je kan gewoon netjes je dingen invullen. Je sollicitatie, dat is helemaal geen probleem. Maar denk er goed aan of je dat wel echt wil, politie. Want het is niet dat je 2 weken politie bent en dan daarna 2 weken lang even een andere winkel opent, opstappen naar de volgende. Zo werkt het niet bij de politie. Dat is niet te doen. En zo gaan we ook niet te werk. Dus je bent politie of je bent geen politie. Je bent niet politie en je bent een handelaar of zo. Dat kan gewoon niet. Tenzij je chef zegt, nou, het kan nog wel. Maar je moet wel fulltime politieagent zijn. Want het is gewoon eenmaal super druk in die steden. Nou goed, ik ga zelf graag Rolandia proberen op te knappen. Met mijn squad. Ik heb 2 mensen heb ik uitgekozen daarvoor. Dat komt allemaal wel goed. Tanju die gaat helpen nog eventjes in Greydale. En ik weet dat UC Brian dus inderdaad gaan de contractjaar regelen. Dat komt allemaal goed. En dat moet allemaal wel lukken. Ja, het wordt gewoon 1-0 chaos. Ik ga even voor even kijken. Waar is die portal ook weer naar... Volgens mij zie je die portal. Als die portal niet is, dan weet ik het ook niet. Dan moet ik even zoeken. Ik vind echt... Dit is, jongen, ik vind Cosmopolitan echt de mooiste stad die er is. Het is echt heel mooi. Maar het is gewoon veel te groot. Maar ja, daarom ga ik niet wonen in Cosmopolitan. Ik ga lekker wonen in Rolandia. Maar dan moet ik wel zorgen dat de Rolandia gewoon goed aangepakt is. Lekker strak is, netjes is en alles goed gaat. Dames en burgemeester, Thijs is een goede burgemeester. Ik zie dat je, het is een hele goede stad, Rolandia. Weinig criminaliteit. Wonen ook de wat rijkere spelers. Dus niet de scammers, niet de zwendelaartjes. Nee, gewoon de normale gasten. Wonen in Rolandia en daarom wil ik ook daar gaan wonen. Dus als je mij wilt zoeken ooit, Rolandia is de plek waar ik ben. Nou goed, eigenlijk kan het even niet vinden, de portal. Helaas pindakaas, als mij is die zelfs hier. De laatste kans die hier is. Nee, weer een rood poort. Nou goed, dan haal ik het hierbij. Mensen, ik wil je bedanken voor het kijken. Het was een roleplay-achtig iets als in... Ja, het moet serieus aangepakt worden, de politieprobleem. Want er is gewoon een politieprobleem met heel veel fraude. Wil ik Brian nog even bedanken voor het meedoen, Brian. Dankjewel. Graag gedaan. Yes, neem een kijk op zijn kanaal beneden in de beschrijving. En ik zie jullie graag in de volgende video. Doe lekker een duimpje omhoog als je het awesome vond. Laat me even weten of je agent wil worden en van welke stad en waarom je dat wil worden dan. Met natuurlijk een kleine motivatie erbij. En ik zie jullie graag in de volgende video. Later nog eens ziens. En natuurlijk, peace.